Dan zag ik net bij de, bij de instructievideo dat ik er toch nog eentje was vergeten. En wel deze. Dan ga je even kijken. Achter de witte. Pak hem en zet hem ook nog eventjes mee op die. Zo, nou heb je ze echt allemaal gehad. Ik was bezig met de buitenste rij. Ik was hier gebleven. Dan gaan we alle... Zo, alle buitenste. Elastiekjes. Nou, jullie merken wel, het is echt mijn eerste video. En als jullie zelf nog dingen tegenkomen waarvan je zegt van, goh, dat kun je beter zo doen, dan is het voor ons makkelijker. Of kun je beter zo doen, het ziet er mooier uit. Ik sta voor suggesties open. Zolang ze aardig zijn. Opbouwende kritiek, graag alstublieft. Zo, deze. En dan als laatste pak je de tweede rij en die doe je hier naartoe. Zo. En dan heb je de buitenste rij helemaal gedaan. Dan gaan we nu beginnen met de tweede buitenste rij. Het zit allemaal nog een beetje raar, maar zoals ik al zei, mijn eerste filmpje dus... Dat zal allemaal best wel beter worden. Onder de kipband. Deze. Nou, die zullen we er maar afhalen. Want zo te zien heeft die niet veel nut. Zo. Dan maar beter deze. Kijken we wel hoe dat zit dadelijk als de... Zo. Nou, en dan gaan we naar voren loomen. Alle bandjes weer weg. En het donkerblauwe bandje pakken, het onderste bandje. En dan naar voren. Ik heb eigenlijk bij deze bandjes van het kruisvat nog nooit gehad dat ze geknapt zijn. Wat ik zelf bij een wat ingewikkelder... patroon heb gehad zijn met de gel, met de jellybandjes, die plakken nogal een beetje en daar ben ik toen mee opgehouden en heb andere bandjes, we hebben een nieuwe opzet gemaakt omdat door het plakken dat de bandjes veel aan elkaar plakten, dat is gewoon echt dat ik echt 5-6 bandjes nieuw erop moest zetten terwijl ik nog niet half met de armband klaar was en toen had ik het wel een beetje gehad. Dus die zijn waarschijnlijk leuk voor met hook only of met een visgraatje, maar niet voor een heel erg ingewikkeld patroon. Omdat als de bandjes aan elkaar blijven plakken en je moet er best wel een beetje, net als dit, een beetje flink aan trekken om... om het bandje op zijn plek te krijgen, dan trek je ze nogal gauw kapot. En dat is al zonde, zonde als je iedere keer alles opnieuw moet zetten. Nou, zijn we er bijna. Zo. Dit is de laatste rechte. En dan heb je er nog eentje en die gaat terug naar hier. Wat ik dan doe is een bandje pakken. Achter alle bandjes gaan die eraan zitten. Kijken dat je ze echt allemaal hebt. En dan haal je die naar binnen en zet die hier, pak de buitenste, sla de buitenste eromheen
de binnenste. En trek aan. Als het dan goed is, zit alles aan elkaar. Het afhalen van de bobbelband, dat doe ik altijd met de haak. Vooral met zo'n dingen. Omdat er dan de minste kans is dat de bandjes kapot gaan. Ik kijk altijd even sowieso aan de zijkanten of ik alle bandjes vast heb zitten. En dan zie ik dat ik hier dus een bandje niet vast heb zitten. Nou, ook makkelijk op te lossen door gewoon even terug te gaan. Even kijken hoe ik dat oplos. Ah, dat houdt in dat deze los moet. Want ze moeten echt allemaal los. Zo. En dan zet ik ze allemaal terug op hun eigenste. Deze gaat die kant op. En deze gaat deze kant op. Zo zie je dat mocht je een bandje vergeten zijn. Wil niet zeggen dat het je heel de armband los moet halen. Op zich is het herstellen van een fout. Het ligt er een beetje aan waar die zit. Nou ben ik blij dat ik het gevonden heb. Want anders had ik hem eraf gehaald. En dan had ik hem echt helemaal opnieuw kunnen doen. En zo zet je gewoon alle bandjes terug naar de pin waar ze vandaan komen. En dit is echt het voorbeeld. Goeie voorbeeld dat ik voor het eerst een tutorial maak. Zo, nou, het valt mee. Maar het is ook wel eens goed om te zien dat het niet altijd goed gaat. Doordat de bandjes vrij strak zitten, schieten ze niet mee helemaal weg. Dus dan is het repareren van een foutje, zoals dit, eigenlijk vrij simpel. Nou, nou ben ik er. En dan gaan we even deze opnieuw loomen. Zo. Als je achter de bandjes gaat, allemaal. Dan kun je hem zo weer oppakken. Dan schiet je over het algemeen zelf al terug. En kun je hem vrij makkelijk herstellen. Zo. Niks aan de hand. Hoppakee. Wel zorgen dat je het een goede bandje hebt. Even kijken waar die zit. Zo, hij zit helemaal onder. Zo.